bij het Singelpark en ik heb net een hele reeks ballonnen binnengehaald. Natuurlijk niet losgelaten bij een van de beelden. Hier achter mij. En ik wil even de catalogus natuurlijk trots laten zien. En dit zijn vijf hele mooie beelden. Zodat als je het rondje maakt langs het Singelpark, als je loopt, dat je tegelijkertijd je ook kunt verbazen, verwonderen. Misschien zelfs wel irriteren of boos worden of wat je er ook van vindt. Maar we hopen in ieder geval dat het van alles oproept. En dat mensen er ook natuurlijk uiteraard heel veel plezier aan beleven. Sandra Spijkerman heeft het eerste idee uitgewerkt en Leon Perlot heeft uiteindelijk gezorgd dat de beelden ook in het park geplaatst zijn met alle vergunningen en het hele traject wat daarbij hoort. Over een jaar komt er nog een zesde beeld bij, maar daar wordt hulp van de Leidenaar bij gevraagd en dan blijven ze 3 jaar in het Singelpark staan. Heeft u zelf een favoriet? Ik vind het beeld waar we hier eigenlijk nu het dichtst bij staan van Man on a Pole van Fernando Sanchez Castillo. Vind ik zelf een hele mooie. Hij is heel subtiel, want hij zit boven op die paal te zitten en eigenlijk te wachten. Een vluchteling die wacht op zijn kans om naar Europa te komen. En het beeld wat dat oproept toch ook van de eenzaamheid en de hoop op een betere toekomst vind ik een heel mooi verstild beeld. En hij past denk ik heel goed hier in deze omgeving. Jullie hebben net de opening gehad. Iets anders dan jullie je hadden voorgesteld waarschijnlijk? Ja, ook bij het Singelpark moeten wij op de corona letten en een beetje op het milieu. Dus we hebben de wethouder gevraagd om ballonnen in te halen en niet op te laten. En uiteindelijk maar met een heel beperkt groepje mensen. En we hopen in het voorjaar of in de zomer volgend jaar daar meer aandacht aan te besteden. Wij gaan weer een dag van het Singelpark organiseren rond de langste dag. En dan gaan we het nog eens dunnetjes overdoen. Dit is mijn beeld. Heet Cage of Kooi in het Nederlands. En het is een werk dat gaat over systeem, over structuur, maar ook over vrijheid en primitieve verlangens. En ik ben begonnen met het maken van dit werk, wat eigenlijk een soort huis is, hè? Want als je dichtbij kijkt zie je een bed, zie je een wasbak, zie je een toilet, een tafel en stoelen. En ik heb dus eigenlijk een kooi gemaakt, helemaal recht, met stalen buizen, helemaal perfect gemaakt, structuur, hè, zoals het hoort. En vervolgens ben ik met hele grote hydraulische cilinders, die een enorme kracht hebben van honderden tonnen, dat is zeg maar het gewicht van honderden auto's op elkaar gestapeld. En daarmee werd die hele kooi uit elkaar getrokken en geduwd, alsof het luciferhoutjes waren. En vervolgens heb ik dat weer aan elkaar gelast. En toen weer kapot gemaakt en toen weer aan elkaar gelast. Tot op een gegeven moment een soort verwrongen huis had, een verwrongen kooi had, waarvan ik dacht van die is af. En waar het nou eigenlijk om gaat is het eigenlijk de tegenstelling tussen aan één kant het vernuft van de mens, die zich organiseert, die een systeem creëert waarin iedereen kan floreren. En de andere kant de individuele vrijheid, waar je gewoon wil doen wat je niet laten kan. Als een primitief wezen in een bontvel rondlopen en roven en plunderen, bij wijze van spreken. Of voortplanten of andere leuke dingen. We hebben gekozen voor een hele opvallende kleur. Ja, dan weet je natuurlijk van tevoren dat mensen het of heel mooi vinden of spuuglelijk. De gele kleur was juist ook voor ons belangrijk, omdat het geeft een soort gevoel van vrolijkheid ook aan dit park. Maar ook het valt op. Hè? Het geeft een soort cachet ook aan het park. In die zin, in alle groenheid van de stad is kleur een belangrijk onderdeel. Eigenlijk als je naar het beeld kijkt, zie je eigenlijk een hele grote lange bank. En die bank, dat is eigenlijk een plek om te zitten. Het is een grens binnen en buiten. Het is bedoeld als het idee komt ook vanuit het idee van een omsloten tuin. En deze is natuurlijk is omsloten, maar hij is open. Hè? De muren zijn verdwenen van de omsloten tuin. En eigenlijk hebben we die omsloten tuin opengemaakt. En nu is de bank is de grens. En die geeft eigenlijk aan, hè, je kunt binnenin zitten, maar je kunt ook buiten zitten. En die geeft weer de verbinding tussen de mensen in het park. Daarnaast is het eigenlijk de tuin middenin.
dat wordt eigenlijk een grote grassentuin. En die wordt hoog en dat vormt eigenlijk weer het soort de blokkade in, als een grens, zeg maar, tussen de ene kant van waar je binnenloopt en de andere kant van waar je binnenloopt. En waar je binnenloopt zijn eigenlijk de poorten, waar het ook weer zichtvensters zijn naar de wereld om je heen. Ik zag dat iemand al de vrijheid heeft genomen om graffiti op het kunstwerk achter te laten. Is dat erg of juist niet? Nee, ja, het is ook, hè, we zeggen altijd, een beeld is nooit af in die zin. Hè, het staat hier, het is onderdeel van de openbare ruimte. En we vinden het ook belangrijk dat het juist onderdeel wordt van de stad. En dat mensen het toe-eigenen en verantwoordelijk zijn. En natuurlijk, hè, het zou jammer zijn als het misschien als het helemaal onder graffiti komt. Maar in die zin is het wel, ja, het toe-eigenen van de stad en een beeld wordt onderdeel van de stad. Dat vinden we belangrijk en dat mag ook. Het thema van de expositie, grenzen en vrijheid, was dat ook de opdracht die je meekreeg? Ja, inderdaad. Het was over vrijheid, inderdaad grenzen, maar ook grenzen denk van denken. En daarvoor had ik deze toren nagemaakt. Komt eigenlijk uit voormalig Oost-Erlijn, of daar staat hij. Enigszins aangepast, want hij is daar 30 meter hoog. Ik dacht van, nou kijk, als je ook ideologieën zijn ook grenzen. Dus je had echt een harde grens tussen het oosten en het westen. En je hebt die grenzen ook bij Cyprus. Dus dat soort grenzen vond ik belangrijk. En dit is natuurlijk een soort van wachttoren. Heeft ook altijd een soort beschermde grens. Het kan van een gevangenis zijn, maar het kan ook inderdaad een land zijn. En ik dacht eigenlijk, ja, er kan nog iets meer bij. Dus ik dacht, die punten die eromheen zitten, die heb ik eigenlijk allemaal menselijke huidskleuren, of ja, ongeveer menselijke huidskleuren gegeven. Want het is natuurlijk ook, de mens is ook zijn eigen grens. Niet alleen al, je hebt zelf een grens van je huid en dan de lucht. Maar ook je grens in denken, die natuurlijk altijd anders is dan degene die naast je is. Dus op zo'n manier zijn we onze eigen, hebben we onze eigen grens. En in groepjes hebben we weer grenzen met andere groepjes. En uiteindelijk zijn we zelf natuurlijk de veroorzaker van vrijheid, maar ook van onvrijheid, bedacht ik. En dat probeerde ik op deze manier dan te verbeelden. Wij zijn kunstenaars duo. We werken samen aan verschillende projecten. En meestal zijn dat ruimtelijke installaties. En dit is wat anders. Maar we vonden het ook heel interessant om te doen. Waar kijken we naar? Wat hebben jullie gemaakt? Tijdens de wandeling in de Leidse haven werd onze aandacht aangetrokken door een container waarop met een spuitbuis was geschreven: er bestaan geen grenzen in de natuur, ze bestaan in jouw bewustzijn. En wij waren stom verbaasd, want de grenzen en begrenzingen zijn thema's die steeds terugkomen in onze projecten. En bovendien was het thema van het project waarmee we bezig waren toen voor het stadspark. In de container hebben we gestuurd op een opmerkelijk apparaat. En daar in bijhorende papieren stond border remover. Dus het apparaat helpt je innerlijke grenzen weg te nemen. En we hebben begrepen dat het ging om een exemplaar, een proefexemplaar, die nog nooit werd gebruikt. Toen dachten we, misschien moeten we dit apparaat als kunstwerk plaatsen in een singlepark. Want wie droomt er niet van om van innerlijke grenzen zich te bevrijden? Of een machine te hebben die je daarmee kan helpen? En hier staat het in een soort vitrine. Je kan niet naar binnen om het te testen. Je kan er alleen maar naar kijken. Maar je hoeft, misschien is het al voldoende om te beseffen dat zo'n apparaat bestaat. En je hoeft niet altijd je dromen te verwezenlijken.
verwezenlijken. Maar soms is het belangrijker om streven naar een ideaal. Dat is wat we hier hebben. I present to you to your project in the city of Leiden, the Melilla Mauer Springer, the world jumper of Melilla. Well, it represents a person that was trying to climb on top of the fence that is in this northern city of Europe, but still in Africa. And the people that are trying to come to Europe are totally desperate, and they do incredible things like to climb on top of this camera pole for surveillance of the fence. And well, I was just totally fascinated by this image of someone that barefoot can get on top of this 10 meters pole and watch us with creating a fantastic image of reflection and courage. I think we have now to be learning from these images, from these examples, and how we will face the future of our society, and how art can help us to see that challenge.